Slam. Ik hoop dat je een leuke week gehad hebt. Ik was zelf voor de verandering weer eens de hele week in Nederland, wat ook wel lekker is. Veel in de studio kunnen zitten, veel nieuwe muziek gemaakt. En daar ga je natuurlijk de komende weken nog genoeg van horen hier in de show. Wat ik vandaag voor je heb is ook heel erg leuk. 2 weken geleden deed ik een all night long in de Sugar Factory in Amsterdam. Het was een avond met heel veel sfeer en heel veel leuke mensen, dus ik heb daar ontzettend van genoten. Misschien was je er zelf al bij en dan is dit natuurlijk extra leuk, want ik heb het laatste uurtje uitgeknipt voor vanavond. Zoals het een laatste uurtje betaamt, is dat natuurlijk een uur wat alle kanten op gaat, van lekker hard naar lekker de diepte in. Komt van alles voorbij. Ik zou zeggen, enjoy. Dit is Ilke Klein vanaf de Sugar Factory in Amsterdam.
zijn alweer wat lekkere plaatjes voorbij gekomen. Onder andere de nieuwe Roger Martinez Flow, daar openden we de show mee. En een track van mezelf, Ilke Klein, The Voices, ook voorbij gekomen. En wat er nu aankomt is ook heel erg lekker. Reinier Zonneveld, Bending the End in de 4 AM mix. Transmission sent me.
Oh,
een van mijn favoriete tracks van het afgelopen jaar dit. Sailor and I, Letters in the Dr. Drew remix. Heb ik ontzettend veel live gedraaid. En ook al is hij wat ouder, ik doe het gewoon nog steeds, want hij blijft gewoon vet. Ook net voorbij gekomen, Emmanuel Inglese met Escape. En Sisterhood, Tunnels in the Bicep remix. Een klassiekertje, die staat voor je klaar hier bij Wijter en Klein op Slam.
Dat laatste half uurtje gaat wel heel erg lekker de diepte zo in. Je luistert nog steeds naar een live set die ik een week of twee geleden draaide. Ilke Klein, de hele avond in Sugar Factory Amsterdam was dat. En dit zijn echt de laatste drie tracks van de avond. En die gingen ontzettend lekker daar. Sterker nog, ik heb iemand met tranen in zijn ogen op de dansvloer gehad. En dat was denk ik voor het eerst en dat vond ik ontzettend mooi om te zien. Dat muziekje op zo'n manier kan raken, dat blijft toch altijd fantastisch. Acumen Innocent Flower is net voorbij gekomen. En de track hiervoor was Spacio 1976. Hours in Arpeggio in de Black Miami remix. Voor mij zit dit uurtje er al bijna weer op. Maar gelukkig staat de Secret Cinema zo nog voor je klaar met Jam Sessions. Hou je radio hier lekker op Slam, komt nog heel veel goede muziek aan. Tot die tijd heb ik nog twee klappers die je absoluut moet horen. Mod Trio Soli en een van de mooiste nieuwe tracks van de afgelopen tijd. Marsk & Soul Button. Pen C staat ook voor je klaar. Ik wens je een hele fijne avond en ik spreek je volgende week weer.